Nou, ik ben Mario van der Weijdenven. Ik ben bijna 64 jaar. Ik ben getrouwd met Jeanette. Ik heb twee kinderen, woon in Barendrecht. En ik ben al 43 jaar politieman. En 1 november ga ik met pensioen. Vanuit het werk is de World Police and Fire Games die zijn naar Rotterdam gehaald. Die hadden eigenlijk al 2 jaar geleden hadden moeten plaatsvinden, maar corona heeft wat roet in het eten gegooid. En dat zijn wedstrijden voor law enforcement. En ik heb besloten, omdat ik heel veel fiets, om aan het onderdeel fietsen mee te doen. Nou ja, zoals ik al zei, ik ga deelnemen aan de World Police and Fire Games. En dat zijn de Olympische Spelen voor law enforcement, brandweer, douane, koninklijke marechaussee, politie, justitie. En daar zijn ongeveer 62 verschillende sporten. Van traplopen, brandslangrollen, fietsen, volleybal, basketbal, voetballen, enfin, noem het maar op. Die worden georganiseerd in Rotterdam. Enerzijds doe ik mee bij het fietsen. Daar heb ik al gezegd, daar wil ik me zeg maar, kijken wat ik kan presteren. En daarnaast heb ik me ook opgegeven als vrijwilliger. Dus bij de diverse sporten, onder andere in de Ahoy, in het centrum van Rotterdam, word ik ingezet om de collega's uit zeg maar, heel de wereld te komen. Om daar te ondersteunen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. 22 juli is de opening in de Kuip. Dat wordt een heel mooi feestje, denk ik. En de sluiting die is dan zeg maar 31 juli op het Willemsplein in Rotterdam. Ik heb me ingeschreven voor de road race. En dat is zeg maar 40 kilometer. Wel in mijn leeftijdscategorie, dat mogen duidelijk zijn. En die wordt gehouden op de Maasvlakte, op de Slufter. En dat zijn 4 rondjes van 10 kilometer. Ja, daar ga ik me eigenlijk voor inzetten. Nou, om aan zeg maar deze wedstrijd deel te nemen, word ik gesponsord met een Giant fiets. Met die fiets, ik heb wel een fiets, een Bianchi, maar dat is de woon-werkfiets. Nou, om daar die wedstrijd mee te rijden, dat zag ik niet zo zitten. Hoewel het ook wel zou kunnen, maar ja, je wilt toch een beetje professioneel met die wedstrijd meedoen. En ik doe mee met de fiets die op de achtergrond staat. Dat is de Giant. Nou ja, om een beetje me voor te bereiden op de 40 kilometer wegwedstrijd. Ik fiets natuurlijk elke dag. Dat is 18 kilometer van Barendrecht naar de Koperstraat. De Berienenoord zit erin, dus dat is altijd wel een lekker klimmetje. Nou, daar kun je dus je intervaltraining doen. Dat pak ik ook elke dag als ik naar mijn werk rijd. En daarnaast pak ik zeg maar mijn duurritten, waar ik dus een bepaald aantal snelheid wil vasthouden. Om het toch goed uit de voeten te kunnen als we straks die wedstrijd moeten rijden. Dus interval en wattagetraining. Nou, uiteindelijk, waarom doe je mee? Eén, ja, ik fiets natuurlijk een aantal jaartjes naar mijn werk. Kijken waar ik sta. Ik probeer mijn fysiek goed in conditie te houden. En nou, eens even uitproberen wat ik in mijn mars heb. Afgelopen zondag hadden we een trainingsrit op de Slufter. Ja, daar ben ik mezelf tegengekomen. Ik heb wel een hele goede tijd gereden. 4 rondjes. En daar was ik heel erg tevreden over. En als dat dadelijk ook zeg maar op de wedstrijd mijn resultaat gaat worden, nou dan heb ik niet te klagen. Ik heb begrepen dat er 198 mannen mee gaan doen. Verschillende leeftijdscategorieën. Ook dames zitten daarbij. Dus misschien, ach, we gaan voor de medailles. Maar als het niet zo is, is het gewoon heel tof om mee te doen. Dankjewel. Hey, bedankt. Jij ook bedankt. Ja. Succes ermee. Ja, gaat goed komen. Op naar de medailles. Yes. Doei. Hoi. Hoi.